We staan hier. Eens even kijken, dat is een beetje overbelicht. Ja, dan kom je er toch op, hè? Ja, dan heb je. Ik heb het ook niet verzonnen. Nee, wij gaan naar binnen. Ga je naar binnen? Ja, koud hier. Plotseling vriest het. Plotseling is het koud. Amma hula. Zo ken ik nog een paar. Moet je kijken. Ik ga ook naar Willeke Alberti. Zijn er nog kaartjes? Mensen, we zijn nu bij de Amsterdamse Bijlmer Arena. En als je goed kijkt, het staat hier blank van de mensen. Die allemaal richting Willeke Alberti gaat. Ik heb nog nooit zoveel witte mensen met elkaar gezien in Zuidoost. Willeke komt even zingen. Zullen we kijken, meneer, hoe heet u? Guus. Dag Guus. Welkom in Amsterdam Zuidoost. Dankjewel. Komt u uit de stad? Wel geboren en getogen, maar niet meer woonachtig in Amsterdam. Oké, waar woont u nu? Almere. Iedereen is uit Amsterdam vertrokken richting Almere, maar maakt niet uit. Er komt geen Amsterdam meer in Amsterdam, nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Maar ook een aantal vrienden van me komen weer terug naar Amsterdam. Oké. Maar, nou, vier keer duurder uiteraard. Ja. Wat komt u doen vanavond hier? Gaat u naar de Ziggo Dome of naar AFAS? AFAS gaan wij. En in AFAS hebben we natuurlijk, wie anders dan? Willeke. Ik heb er nog eentje gevonden. Geweldig. Wat is uw naam? Ze stopt dit even wat weg. Ja. Dag Gonnie, welkom in Amsterdam Zuidoost. Bent u wel eens eerder naar Willeke gegaan? Willeke geweest? Ja, eerder... we zijn van elkaar geweest. Ja? Ja? We zijn wel fan eigenlijk. Ik denk er niet zo over na, maar af en toe ben je gewoon fan. En weet je, wanneer ik fan ben van Willeke, ik ken het niet goed, want toen ze meedeed bij de beste zangers van... Ja, klopt. Dat was heel goed. Daar raak je toch verliefd op die vrouw. Ja, hè? Ja. Absoluut. Nou, ik ga jullie heel veel plezier wensen vanavond. Ik ga even een paar andere mensen lastigvallen. Doei, doei! We gaan naar het volgende zag over die richting Willeke Alberti gaat. Allemaal naar Willeke? Ja? Ja? Moet je ze zien lopen, joh! Veel plezier! We gaan in gesprek met de leukste Amsterdammers. Nou, Willeke mag niet klagen met degene die opkomen. Wat een geweldig feest, joh. Ik ga zelf ook een kaartje kopen naar binnen. Nog een kaartje over. Ik krijg een uitnodiging, er is een kaartje over. Zo lief. Oh. Hi, ga je ook naar Willeke toe? Willeke? Niet naar Willeke? Nee, wie is Willeke? Gaan jullie naar Ziggo Dome? Ja, jullie gaan naar de Ziggo, jullie gaan naar de Beatles luisteren. Ja. Hartstikke veel plezier. Nee, die zit dus hier linksaf. Oh, geweldig. Welkom in Amsterdam Zuidoost. Het staat werkelijk blank hier van de mensen. Dus ik denk, ik trek even mijn camera eruit. Welkom. Waar gaat u naartoe, Willeke? Nee. Gaat u naar de Beatles luisteren? Yes. Ja, hartstikke veel plezier. Goed muziek is dat. Zo. Gaat u naar Willeke toe? Of Beatles? Wat wordt het? Willeke of Beatles? De Beatles. De Ziggo Dome. Veel plezier. Jullie lopen de verkeerde richting op. En daarna gaan jullie naar? Willeke Alberti. Willeke Alberti. Wat een schat van een vrouw is dat, toch? Denk ik wel. Hoe vond je er bij de... Wat zeg je? Ook, hoor. Ja, natuurlijk. Ik moet zeggen, het staat een beetje blank hier vandaag, hè? Met al die mensen in Amsterdam Zuidoost. Ja, maar je valt niet uit de komen, hè? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik kijk mijn ogen uit. Nou, veel plezier. Dankjewel, veel plezier. Man. Doei. Kijk. Nou, dat is nou precies wat ik moet doen. Goeiedag. Goedenavond. U bent zo netjes gekleed. Gaat u richting Willeke of gaat u naar de Ziggo Dome? Nee, richting Willeke. Kan u een liedje voor me zingen? Oh, nee. Nee? Nee, dat jij dat veel beter kan. Veel plezier. Tot op heden hebben we nog niemand gevonden die een leuk liedje kan zingen. Maar ik denk dat ik een potentiële kandidaat heb gevonden. Kan u een mooi liedje zingen voor mij? Willeke Alberti? Nee, ik zing zo vals. Zingt u zo vals? Nou, u kan waarschijnlijk wel een nootje of twee even de kamer ingooien. Willeke Alberti? Of wat is de Beatles vanavond? De Beatles. Gaat u naar de Beatles? Kijk, dat is het betere werk hoor. Veel plezier. Dag. Zing een liedje voor me. Willeke Alberti. Kijk, zij kan zingen. Ze loopt erbij. Of ze echt kan zingen, zingen ze een nummertje voor me. Hi, goeiedag. Gaat u naar Willeke Alberti? Ja. Mijn moeder gaat naar Willeke Alberti, ja. U niet? Nou ja, ik ook, ja. Veel plezier alvast. U weet wat het is, toch? Ja. Ja, oké, Gerrit. Ik denk, ik moet eerst... Ik kan alleen niet zo snel mailen. Oh, rustig aan, nu van de tijd. Wij gaan richting het station. De rode loper is nog net niet uitgerold. Maar goed. Vanavond hebben we in de AFAS Willeke Alberti... En een copycat band in de Ziggo Dome. Welkom in Amsterdam Zuidoost. Het staat werkelijk blank. Dit wordt een clash. Ja? Dit wordt een clash van de cameramannen. De ene komt de andere af. Wat is hier dan weer gebeurd?
Kill, we staan nu bij met Bokumo. Wagwan. Hij is first generation supporter van mijn kanaal. Hij zegt gewoon, hij heeft een video van me gezien. En het is ook waardig, gewoon, hij heeft het gewoon gezien. Bro, check zijn video's, man. Komt goed, maar thanks. Abonneren. Like en abonneren, constant. Dat was mijn thanks, Basel. Ja mensen, dat was Bokumo. Deze brother heeft gewoon mijn filmpje gezien. Waar ik in 5 stappen uitleg hoe je een YouTuber wordt 2019. Up-to-date informatie. Hij heeft het gewoon gevlakt. Alleen maar respect. Maar Bokumo, ik ga je sowieso terugvolgen. En we gaan sowieso even meeten binnenkort. Mazzel. Link naar zijn kanaal staat hier onderaan in de beschrijving. Ik zou zeggen, ga even naar zijn kanaal en subscribe op deze brother. Ja man! Dus de vraag is, waarom zou je aan iemand anders overlaten wat je zelf ook zou kunnen doen? Er liggen kansen genoeg, alleen moet je het laten grijpen. Ook al grijpt iemand net iets voor jou weg, heb even geduld. Een volgende opportunity die komt altijd weer boven water. We zijn constant in beweging. We zijn constant bezig met de volgende stap in ons leven. Maar af en toe moet je ook dingen plannen. Af en toe moet je iets plannen. Ik loop nu door de Amsterdamse poort. Ik heb net een nieuwe tripod gescoord. Waarmee ik op straat betere interviews kan afnemen. Oeh, ik heb wel honger trouwens. En we lopen onderweg terug naar de auto. Nou, we mogen uiteindelijk spreken van een hele mooie dag. En we gaan een einde breien aan deze vlog. Straatsessies 2.0 in Amsterdam Zuidoost. Final Creator signing off. Goedenavond.